Dik, waar zijn we hier? Ja, je bent hier uh, bij ons op bedrijf, Cubbbv, uh, in Biddinghuizen. Uh, op een overslagbedrijf voor pootaardappels, opslag en drogen van uien. Uh, wij leveren voor uh, allerlei frietindustrie uh, pootgoed door heel Noordwest-Europa heen. En uh, dat doen wij in loondienst. En wij zijn jaren geleden vanuit een akkerbouwbedrijf uh, gestart. Dat is eigenlijk in het kort uh, wat wij zijn. 1993 hebben wij de molen geplaatst. Uh, we hebben natuurlijk uh, in die periode wel wat dingen gehad. Uh, een keer een blikseminslag en dan moet ik wel zeggen dat is de enige geweest. Dat hebben we ook de wieken moeten vervangen. Dat was al na een jaar. Daarna is er gelukkig nooit meer een geweest. Uh, wat wij daarna hebben gehad is uh, het draaien van de molen onder een onderhoudscontract. Uh, eigenlijk standaard olie verversen. Uh, we hebben een uh, uh, MEP aanpassing gehad voor de MEP subsidie uh, met betrekking tot revisie van Tandwerkast uh, Het onderhoudscontract met Rengineers is gewoon doorgelopen tot, uh, tot nu en uh, verder hebben wij geen grote uh, dingen gehad met de molen, altijd alleen maar uh, uh, goede revenue hè? en stilstand niet. Via zulke molens kunnen we makkelijk nog 20, 30 jaar door. Dat is helemaal geen enkel probleem. Kijk, aan levensduur van de molen, zeker deze molens, ja, is een kwestie van goed onderhoud. Uh, een keer een revisie van lagers en dingen, dat is net als met machines. Die kun je heel lang door laten gaan. En die molen had in mijn optiek echt die 30 jaar nog wel hierna nog een keer kunnen draaien. Ik heb hem verkocht en hij wordt keurig uit elkaar gehaald. En uh, alle onderdelen zullen hergebruikt gaan worden. En uh, dat geldt, het staal is natuurlijk makkelijk. De bladen waar altijd discussie over is, die worden gewoon opgelapt. En uh, die kun je opnieuw koken en die kun je opnieuw weer gebruiken voor een molen. Zo werden deze bladen ook altijd uh, gereviseerd na tien jaar. Daar werden ze niet weggegooid, maar ze werden gewoon netjes opgelapt. En ik weet niet eens of ik mezelf de wieken teruggekregen heb. Maar zo werden ze altijd uitgeruild tussen de molens. Dus geen probleem.